Met dit filmpje laat Apollonia, de studentenvereniging van de tandheelkundestudenten, jullie kennis maken met de dagelijkse activiteiten die jullie te wachten staan als tandheelkundestudent. Op de hoek van de Brusselse straat en de Kapucijnenvoer bevindt zich het Universitair Ziekenhuis Sint-Raphaël. Naast tandheelkunde zijn ook neus-keel-oor, dermatologie en oftalmologie hier gevestigd. Gedurende 6 jaar zullen hier je lessen, preklinische oefeningen en klinische stages doorgaan. Dit ziekenhuis zal na 6 jaar geen geheimen meer voor je hebben. Naast de zijingang die jullie zo net zagen, vinden we aan de Kapucijnenvoer ook een patiënteningang of hoofdingang. Via de glazen deuren kom je aan het onthaal. Niet veel verder ligt een eerste gang met een aantal leslokalen. Hier zie je alvast leslokaal 1 en leslokaal 2, waar je vooral in de hogere jaren les zal krijgen. In echte schoolstijl staan hier een aantal groene borden. Aan de universiteit echter wordt meestal lesgegeven aan de hand van dia's, overheads en vooral PowerPoint-presentaties. De aula van de tandheelkundestudenten is het auditorium van de vijver. Zoals het een echte aula betaamt, vinden we hier de typische klapstoeltjes en klaptafeltjes in een oplopende zaal. Van het presidium van 2005-2006 kreeg de school dit kunstwerk, gemaakt uit frasacotandjes. Tijdens de les is de perfecte afleiding. Beeld je alvast maar eens in dat je hier een les zit te volgen. Vandaag de dag krijgt de computer een centrale rol. Ook voor de studententandheelkunde ontbreekt een pc-lokaaltje niet. Weliswaar op kleinere schaal, maar ook hier kan je op internet en allerhande multimedia bekijken. Na de lessen gaan we op weg naar de lokkertjes. Tijdens de prekliniek of kliniek kan je hier je jas, rugzak en andere dierbare bezittingen in kwijt. Het is ook een afspreekplaats, omdat je hier dagelijks meerdere malen langskomt. Als tandheelkundestudent zal je vooral vertoeven in de kelders van het Sint-Raphaël ziekenhuis. Later, vanaf derde bachelor, begeef je je pas tussen de patiënten. Via een aantal gangen komen we uit bij de prekliniek. Dit is een labo waar zo goed mogelijk de situatie met de patiënt wordt nagebootst. Elke student heeft er zijn eigen werktafel en fantoom. Het fantoom is een soort pop waarop alle handelingen geoefend worden alvorens deze in de kliniek te doen. Dit fantoom benadert de realiteit met 2 kaken die zich in een kaakgewricht bevinden. Daarover wordt er een plastieke masker getrokken dat de mondopening nabootst. In de prekliniek moet worden gewerkt, maar toch heerst er een relaxte sfeer. Met groepjes van 8 zit je rond een tafel. De radio speelt meestal en babbelen is er nooit een probleem. De allereerste oefening die je doet als tandheelkundestudent is werken met een articulator. Deze bootst het kaakgewricht na en 2 modellen worden erop vastgegipst. De articulator is een basistoestel dat vaak gebruikt wordt in de prothetische tandheelkunde. Tandheelkunde is ook voor een groot stuk handigheid, nauwkeurigheid en netheid. Een veelgebruikt materiaal is gips. Op dit beeld zien we het gipslokaal en de gipsslijpmachines. Vanaf het 2e semester van eerste bachelor werk je als student met frasacokaken. Dit zijn een soort namaakkaken waar je elk tandje apart kan uitschroeven en vervangen. Zo kan je bepaalde oefeningen blijven herhalen tot je deze onder de knie hebt. Als student zal je wekelijks heel wat uren in dit labo spenderen. Je zal veel leren en veel moeten oefenen, maar ook het sociale gebeuren wordt hier erg versterkt. Als een soort winkeltje vinden we achter deze wand het columbarium.
Sven en Pol verkopen er frasaco-tandjes en zorgen voor de verdeling van al het nodige materiaal. Dit is ook de plaats waarlangs de werkstukken steeds moeten worden afgegeven. Bij het buitengaan van de prekliniek nemen we alvast even een kijkje bij de werkaanbiedingen. Sint-Raf heeft 6 afdelingen: orale beeldvorming en stomatologie op 2, orthodontie en prothetische tandheelkunde op 3, parodontologie en conserverende tandheelkunde op 4. Patiënten zullen binnenkomen via het tweede verdiep en zetten zich dan in de wachtzaal op het verdiep waar ze verwacht worden. De allereerste stapjes die je in de kliniek mag zetten, is je patiënt afhalen aan de wachtkamer. Je neemt hem of haar dan mee naar je eigen behandelruimte of box. Daar bevindt zich enkel het nodige meubilair. Materiaal en instrumenten worden afgehaald op een centrale sterilisatie. Afhankelijk van de afdeling bevinden er zich 8 tot 20 dergelijke nieuwe boxen. Ze zijn niet volledig afgesloten van elkaar, maar verzekeren wel een groot stuk van de privacy van je patiënt. Je behandelt met 2 of zelfstandig je patiënten en wordt begeleid en gecontroleerd door assistenten. Even terzijde hebben we vanuit vele boxen een zicht op Gasthuisberg, waar ook een aantal lessen en practica zullen doorgaan. In zo'n box staat telkens een tandheelkundige unit met stoel, spoelbak en booraansluitingen. Daarnaast is er ook een uitgebreid werktablet en een computer. Aan de andere zijde van de box vinden we de wasbak en kastjes met het grote materiaal. Beeld je alvast maar in dat hier je patiënt in de stoel ligt. Zo'n behandelbox ziet er zeker al heel wat aangenamer uit dan deze tandartsstoel van tientallen jaren geleden. Op elke afdeling is er ook een röntgentoestel waar je als student zelf kleine fotootjes mag nemen en ontwikkelen. Tegenwoordig worden deze ingelezen op de computer. Voor grotere opnames stuur je de patiënt door naar de afdeling radiologie. Daar bevindt er zich een toestel voor panoramische opnames en CT-scans. Na het werk in het ziekenhuis is het weer tijd om de witte schort te wisselen voor jas en rugzak en natuurlijk ontspanning. En daar mag Apollonia, de studentenclub van tandheelkunde, natuurlijk niet bij ontbreken. Wekelijks organiseert het presidium een aantal activiteiten zoals vakbars, kantussen en dergelijke. Meestal gaan deze door in de kuithoek. Het is een gezellig café-restaurant aan de zijingang van Sint-Raf. Van de gevarieerde menukaart kunnen we je zeker een spaghetti kuit aanraden. Een lekker passatje voor een studentenprijsje. Achter de toog vinden we Bruno. Van hem krijgen we het zaaltje naast de kuithoek ter beschikking voor onze vakbars, TD's en andere Apollonia-activiteiten. Dit kleine feestzaaltje met toog hoeft geen verre toekomst te zijn. Ook jij mag met ons meekomen feesten en genieten van een leuvenspintje. En zo sluit een vermoeiend, maar voldaan Apollonia-lid zijn dag af.